Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Grand Colosseum met Nando. Lekkering. Zeker lekkering. We zijn de Dustox Tower aan het verslaan. Ja, maar echt, het is de Dustox Tower. Voor de grinding, om precies te zijn. Ja, nou ja, het mooie is, ze doen allemaal momenten, dus de XP komt gewoon binnen. Precies. Hoppatee. Ken je die meme van die jongen? Hoppatee jongens, hoppatee! Eerste win op mijn kanaal! Ik ga Faint Attack wegdoen voor Night Slash, ja? Ja, dat lijkt me een hele goeie. Die kan critten. Critting is heel goed ding. Ik zoek nu die meme. Misschien dat ik wel eventjes ook andere mensen voorin moet zetten, want die krijgen meer XP. Degene die ook echt in de battle zijn. Ja, kan. Ik weet dat dat kan. Blaziken is een goeie. Het zijn toch allemaal Dustox, dus. Ja, klopt. Nou, en misschien dat je dan het proces iets kan versnellen doordat je Heatwave met... Ja. Of je kan call en dan doen ze allebei een memento en dan... Goed, misschien dat het... Ik weet niet of het sneller is. Nee, ik denk dat call wel sneller is. Probeer eens de volgende battle dan voor allebei de mons call te doen. Dat is goed. Ik denk dat dat net nog even wat sneller is. Want dan heb je twee keer minder animaties. Ja, je hebt de animatie dat je aan het callen bent, hè? Yes. Nee, dan doet hij niks. Kijk maar. Twee. Nou, misschien is het nog net even wat gelijk. Misschien is het op zich een good call. Ja. Snap je nu? Don't mind the pun, though. Ik weet alleen niet of dit goed grind is, want je krijgt heel weinig XP van die Dustox. Misschien dat je bij de rondes daarna dat je wat meer krijgt of zo. Allemaal chances. Die. Ook momenten doen. Ja, misschien in die latere... Kijk, ik ben nu die meme aan het zoeken. Eerste Fortnite win op mijn kanaal. Ik denk deze. Ja, dat is hem. Hoppateetje. Die stuur ik ook even door. heel leuk. Heeft deze guy dan ook alleen maar de stocks? Ja. What the frick. Ze worden alleen steeds een hoger level. Oh, hij, ja. Hij heeft vier Pokémon. Vier keer de stocks met een memento. Nou zeg. Dit is de nieuwe Mirabee. Heeft alleen maar mental Pokémon. Oh, even mijn breakthrough openen. Sableye. Pot voor drie. Die wilde ik niet. Hij heeft er zelfs vijf. Wauw. Nou, het enige wat er gebeurt is dat je stats helemaal omlaag gaan, maar je doet toch niks. Die heb je toch niet nodig. Ja. Wat? Hoppatee. Fantastic. You are for pesten in it. Saving? Ja hoor. Oké, weer allemaal Dustox? Nee, Golem! Zou die zelfdestruct allemaal doen? Geen idee. Ik zou eentje fake houden voor de zekerheid. Nee, dat doen we niet. We doen ze gewoon verslaan proberen. Oké. Hier, ik versla hem gewoon. Ja, met een crit. Nice. Oh, ja, dit killt ook. Hoppatee.
Wel meer XP, denk ik zo. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat, dat ze gewoon... dat je steeds meer krijgt hoe meer je verslaat. En dan echt op het einde dan zijn het alleen maar blissies. Allemaal golems. Nee, ik heb liever golems dan dustalks. Ja. Dan heb je er nog wat aan. Kijk, oké, nu weten we wat ze gaan doen. Kijk, wat doet hij? Memento? Nog niks. Oh, nog een golem? Ja, Memento ook. Dus we kunnen gewoon weer callen. Let's go! Je hoeft er niet eens over na te denken. Oh. Lekker, man. Heel erg lekker, Ring. Oh, de privacybeleid is weer geüpdate van Nintendo, jongens. Dat is mooi. Daar kunnen we helemaal niks mee. Ja, lekker, lekker. Nou, ik denk midden 40, dan moet het wel lukken, toch? Rond het level midden 40. Dat denk ik ook wel. Maar goed, dan weten we ook, als we zo meteen weer vastzitten bij een andere guy, dat we gewoon hier kunnen trainen. Ik wil eventueel offscreen. Want dit maakt het wel een stuk makkelijker, dit toch? Dit maakt het een stuk minder kut, ja. Dan ben ik benieuwd wat Battle 100 is. Is dat dan ook gewoon een memento? Allemaal chances met memento. Allemaal chances. Nee, Blissey, hè? Blissey die geeft de meeste. Allemaal Blissey met memento. Allemaal Blissey. Hoppakee. Hoppateetje. Oh, het is trouwens nog fijn dat die penseerder is, merk ik nu. Ik heb zo'n field research waarbij ik 10 fire types moet vangen. Ja, dan is het wel makkelijk dat hij er is, ja. Yes. Ik moet er nog hierna 4. Oh nee, 3. Nou, dat is nog veel beter dan. Er zit echt helemaal niks hier. Ongelooflijk. Trouwens, heb ik hem maar mijn mond erin gezet. Nee. 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 Godverdomme. Verdorie. Ik was weer eens te laat met mijn Pokémon in de Pokégym te zetten. Ah, sad. Dus nu krijg ik weer geen golden coins. Ik heb het recht om in die gym te staan, want het staat naast mijn huis. Wat. Ja. Potverdrie. Kan toch niet waar zijn dit? Het is jouw gym. Dit is mijn gym. Maar ik kan die mensen er niet uitkicken, want ik zit in hetzelfde team. Welk level ben je? Ik ben level 39. Wojo. Ik was begin dit jaar level 37. Normaal kost het me denk ik ongeveer een jaar of zo om mijn level up te gaan. Zo weinig speelde ik het. En nu ben ik echt fors aan het spelen. En ik moet nog minder dan 2 miljoen experience om level 40 te worden. En met level 40 kan je allemaal dingen, toch? Ja, maar ze hebben het al aangepast dat je vanaf level 38 allerlei dingen kon doen. Dus in principe... Maar ik kan nu gyms, als het goed is, aanvragen. Alleen, weet je wat zo kut is? Je moet eerst een of andere test doen om dat te kunnen. Oh. En die test is dan krijg je een plaatje te zien. En dan moet jij zeggen van, nou, is dit een ideale plek om een stop of een gym neer te zetten of niet? Oké, grappig. Maar Snarl, die leren we niet, denk ik, hè? Nee, dat is slecht. Slechte move. Het verlaagt alleen de special attack. In het begin zou het misschien redelijk handig zijn, maar nu nee. Juist. Nou, vandaag gaan we alleen maar grinden, denk ik, toch? Ja. Dan weten we zeker dat we in ieder geval de volgende keer Venus kunnen verslaan. En dan een heel stuk story kunnen doen. Want in principe zitten we al op de helft van de game. Oh, ik dacht veel verder. Nee, hierna hebben we nog een admin.
Dan hebben we een soort van een boss rush. En die is best wel lang, die boss rush. Maar sowieso, okay, voordat we bij de admin hierna zijn, dan moeten we ook nog aardig wat trainers doen. Of nou ja, tegen trainers vechten, dat is het meer. Ik ben benieuwd wat de volgende mon is na de golems. Met champ? Als die momento kan. Ik ga even kijken misschien. Memento Gen 3. Bij level up. We zouden eventueel nog tegen Weezing kunnen. Dit is allemaal Gen Hup. Muk. En dan moet ik terug gaan naar de... Oh, dit zijn de Echo Moves. Misschien Dusclops of Gardevoir. Voor de maar Golem staat er niet eens tussen. Ah, ze hebben waarschijnlijk gewoon Mon gepakt. Die geeft zoveel experience points. Ja, waarschijnlijk. En dan gewoon Memento geleerd. Of nou ja, geforceerd dat hij Memento kent. Het volgt in ieder geval niet de move learn set. Nee, precies. Oké. Okay. Volgende ronde. Nummer 21 heeft... Jumpluff. Nou, als hij veel XP geeft, dan is het niet zo erg. Nou, ik neem aan dat het steeds iets meer wordt. Dus ik weet niet hoeveel je kreeg voor de golems. 220. Ah, oh, 330. Ah, verder, dan is het 330, 440, 550, 660. Kijk, hij heeft daar gewoon rekening mee gehouden. Ja. Bulk up? Wow. Dat is voor setup. Wat maar je hebt al redelijk goede moves. Je hebt Blaze Kick, Heat Wave, Aura Sphere en je had nog een move. Die was ook redelijk goed. Papadom. Nu in Portugal. What the freak? Ik wist niet dat dat september een ding was. Ja, daar hebben we wel vaker van gehoord. Ah. Op Twitch is dat toch dat je dan goedkope subs kan kopen? Ja. Dat is volgens mij ook ja. Ah. Moet ik even een paar subpies gaan kopen dan in ieder geval. Dan moet jij deze maand ook nog even streaming. Een streaming diensting. Streaming diensting, dan haal ik de subpie in. En dan zijn we allemaal blij. En dan zeggen precies. We. Nice thing on the caking. Of nee, kabooming. Kabooming. Nou, nice thing on the caking kon ook wel. Kijken. Jumping the pluff. Jumping the pluffing. Lol. Ik heb zo'n vriend die werkt bij een chocoladefabriek en die heeft nu allemaal brokken in een zak. En die ging dat verloten onder ons. Oké. Okay. Dan moesten we gewoon een getal onder de 10 zeggen. Sick. Nou, een vriend van me die heeft gewonnen en die zegt, wanneer kom je brengen? Zegt hij, jij hebt gewonnen, dus jij mag een prijs ophalen. Ja. Yeah. Nou, maar goed ook dat ik niet heb gewonnen. Nee. Kijk, zij wonen nog bij elkaar, maar ik woon weer op een totaal andere plek. Dus ik had er niet zoveel aan gehad. Kijk, ik denk dat die chocoladebrokken eerder zouden zijn gesmolten dan dat ik ze in mijn mond... Ja, precies. Oeh, excellent throw. Is een beetje dood nu na die DLC met Pokémon, of niet? Ja, het is maar een klein DLC'tje. Dat is waar. Ik heb alle Pokémonen gevangen.
Lekker in, ja, ik ook. Dankzij jou had ik aardig wat nog gekregen. Ik moest toen alleen nog maar Duskull volgens mij. Ja, en als het nacht is, dan zijn die overrunning. Ja, ik was gewoon verder gegaan met de story en toen moest ik ook naar die berg en toen kwam ik Duskull tegen. Dus ja, die heb ik toegevangen en daarna heb ik de legendaries in de game gevangen nadat ik wist of ze te, nou ja, niet te manippen waren, maar dat je ze kon soft resetten voor goede stats. Nou ja, dat bleek dus alleen voor die Loyal 3 zo te zijn. Of nou ja, de Douchey 3, hè. Vervelende wat? Beesten zijn het. Ja. Dus, nou ja, en die Blood Moon or Ursaluna is best wel vet op zich. Jawel. En die en Ogre Pond zou heel erg OP zijn. Wordt er gezegd. Ja? Ja, hij zou heel erg OP zijn voor competitive. Ik heb niet de video nog gezien waar ze het een beetje uitleggen, maar ik kon me enigszins wel begrijpen waarom dat zo is. Aangezien die, als hij terrestrialize, dan kan hij zijn attack boosten en het heeft volgens mij een base attack van 125. Dus dat is best wel goed. En het had ook volgens mij goede abilities, dacht ik. Kijk, Ogre Pond. Ik denk alleen, als hij de gewone Teal Mask gebruikt, dan is hij niet heel goed. Kijk, als hij de watermasker heeft, dan is het Water Absorb. Vlammasker is Moltenbreker. Steenmasker is Sturdy. En als hij terrestrialize, dan heeft hij die andere ability en dan bij vuur krijgt hij een boost in zijn attack. En dan moet ik even weer scrollen. Waar staat het? Weet jij of Laron op level 40 of op level 42 heeft gewerkt? Ik kan wel kijken. Laron. Ik denk iets van 45 of zo. Nee, ik denk 40 of 42. 42. Oh ja. En je zou hem nog kunnen evalueren. Ja, ik denk dat dat mijn einddoel wordt en dat we dan gaan proberen. Ai. Dan heb je wel een betere rol in ieder geval. Kijk, de base stat van Laron. Oh nee, wacht, ik moet Eggron hebben natuurlijk. Kijk, de base attack van Eggron is 110. Nice. En als Laron was het 90. Dus... Ja, maar als zijn defense zal ook wel een stuk beter zijn. Ja, dat wordt 180. En het was. Dan moet ik weer even teruggaan naar Laron. 140. Nice. Dat is een goede boost op zich. Kijk, oh nee, wacht. De base stat van Okapon is 120 in attack. Maar alsnog, moker sterk. Kijken, wat is die Ivy Cutchel? Want ik weet niet wat doet die move. Oh, het heeft een hogere critical hit ratio. Maar dan heb je er niet zoveel aan. Als je ook nog eens Sword Stance of zoiets runt. Oh, die shiny van Okapon valt echt tegen. Ja, alle shinies behalve Driplin van de nieuwe DLC. What the fuck? Het is alleen maar als zijn gezicht wordt groen. Ja. Dat is wel kut. Alleen Driplin is vet van de DLC qua shinies. Ah, die was wel vet inderdaad. Daar ben ik het met je eens. Ja, volgens mij vond ik Okidoki vond ik echt heel erg lelijk als shiny. En die andere weet ik even niet. Dan zal ik even moeten kijken. Kijk, Paladin Pokédex. Oh, dan krijg je niet de DLC. Kut. En als ik deze, dan krijg ik hem wel. Even kijken. Iron Leaves. Dus zijn die shinies bekend? Ah ja. Ja. Ja, die waren al voor de DLC uitkwam al bekend. Maar er is natuurlijk geen manier om die shiny te krijgen. Oké, Poltergeist. Ja, dat is niks. Dan weet ik ook al wat Sinistra is.
Yeah. Wordt, ja. Ja. Oké, okay, Okidoki was heel lelijk. Oh, het staat natuurlijk... De sprite staat niet op Serbi. Nog niet? Nee. Maar het komt wel hoor. Monkey Dory ook niet. Nou, dan wordt het googelen Okidoki Shiny. Hij staat denk ik wel op Bulbapedia. Hoe durf je dat in mijn video te zeggen? Dat durf ik gewoon. Want Bulbapedia heeft wel gewoon een shiny ding erop staan. Monkey Dory. Oh wacht, dan ga ik weer naar Serbi en daar staat hij niet. Hier, Bulbapedia. Die is echt meh. Die is echt heel erg meh. Vesendipity, dat is echt een kutnaam. Maar wel een redelijk leuke typing, die Vesendipity. Ja, die is fairy, toch? Ja, die is fairy poison. Heel erg poison is dat. Fairy poison. Ah, het is eigenlijk poison fairy, maar ik vind het leuk om fairy poison te zeggen. Eigenlijk met alle fairy types. Als het een dubbele typing is, dan kan je fairy up zeggen. Oh, het is nu Beautifly? Ja. Die geeft 44. Ja, maar hoe verder je komt, hoe meer XP het elke keer was, omdat die levels hoger zijn. Ah, oké. Okay. Vandaar. Vesendipity lijkt me ook wel een goede competitive mon op zich. Want het heeft sword stance. Het enige wat kut is, ik vond die hidden ability goed die hij heeft. En dat zal ik Power Jam leren of niet? Je hebt dan wel weer wat meer coverage. Mm-hmm. Misschien Bulldoze weg. Kijken, wat was er? Zit de fucking PG in die gym? Godverdomme. Maar dus die hidden ability is Technician en dat boost alle moves onder de 60 power. Okay. Alleen Vesendipity die heeft er niet zoveel. En als hij die heeft, dan zijn het special moves, dus daar heeft hij niet zoveel aan. Sad. Ja. Ja, oké, okay. Misschien die Vesendipity shiny is wel oké. Okay. Het is in ieder geval niet lelijk. Het zwarte gedeelte wordt dan donkerblauw. Hmm. Nou ja, dat vind ik nog wel oké. Okay. Ja, volgens mij heb ik de rest al gezien, toch? Kijken, ja. Okerpon heb ik al gezien. En voor die andere die ze hebben, die in nieuwe DLC komen, daar is nog niks van bekend, denk ik. Nee, oké. Okay. Nee, alleen inderdaad wat je zegt, Diplin is de beste shiny. Ja. Maar goed, het heeft ook de leukste effect. Ja. Oeh, na deze heb je een Aggron. Yay! Yay! Lekker. Was je zo'n colaatje aan het drinken? Ja, zo'n Pepsi. Zo'n Pepsi Max. Als ik... Weet je wat het rare is? Meestal, als ik moet kiezen tussen de normale light en zero variant, dan vind ik de light echt het slechtste. En dan normaal en dan de max. Wat? Ja, ik vind light echt smerig. Ik vind light zoveel beter dan zero. Ik vind zero echt vies. U vindt zero heel erg lekker. Ik weet niet wat dat is, maar... Squeezer voor Double Edge? Ja, kan wel. Waarom heb je Raindance überhaupt? Nee, die kan ik ook weghalen. Ja, ik zou Raindance wegdoen. Wat heb je aan Raindance met een Aggron? Volgens mij heeft hij die ability dat hij geen recoil damage takes. Wil je even checken? Ja, Rocket prevents recoil damage. Dus dat is wel echt super handig. Dus als hij... Double Edge is heel goed op hem dan. En dan... Ik weet niet of hij...
Rockhead of zo leert. Ik weet niet of dat al een move was in Gen 3 überhaupt. Ja, dat weet ik ook niet. Even kijken, we gaan naar de moveset van de Gen 3. Er is wel wat aangepast in deze, maar... Nou. Kijken, Double Edge. Kijken wat er nog meer. Flamethrower. Ik doe 40 nog en ik denk dat we dan genoeg getraind hebben. Ja, dat klinkt goed. Double Edge. De enige recoil move die kan leren wat handig is Double Edge. Oké. Okay. Als hij een Rock Wrecker of zoiets had, nog, dan was hij nog beter geweest, denk ik. Maar goed, je hebt al Iron Head. Dus maar ja, en dat is een aangepaste ROM, hè? Dus je weet het niet. Ja, oké. Okay, Aura Sphere was ook geen Gen 3 move, toch? Nee, dat is Gen 4 inderdaad. Ja. Ja, het kan nog wel. Daar zullen we vanzelf wel achter komen. Kijken wat. Oh ja, Head Smash heet het. Als je Head Smash leert, of kan leren, doe het gelijk. Normaal gesproken zou je dan half aan damage aan recoil tekenen, maar in dit geval nul. Niet, nice. En het is een 150 base power move. Wow. En het enige nadeel daarvan is dat je 80% accuracy hebt op die move, maar voor de rest... Voor de rest is het wel waard. Oké, time for Venus. Top? Maar dat in de volgende aflevering. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik graag de volgende keer weer. Adios, amigos.